Ja, en inmiddels aangeschoven hier aan tafel Jan Dirk Vis, directeur van Jan Vis Entertainment. Jullie zijn een echt familiebedrijf. Hoe lang bestaan jullie al? Wij bestaan 57 jaar dit jaar. En we 57 zijn met, jaar? Ja, en met trots een van de oudste, of de oudste artiestenbureau van Nederland. Ja, want wat organiseren, wat produceren jullie precies? Wij vertegenwoordigen artiesten en die verkopen voor optredens door het land. En dan moet je denken aan van Maan tot Rolf Sanchez, M. Heesus, Bengo Boys, Tour Limited. Maar ook internationale artiesten, ja. E17, Five, Atomic Kitten, et cetera. Wie is het bedrijf ooit gestart? Mijn vader en moeder zijn begonnen in 1963. Het is echt, echt samen. Mijn moeder was fotografe van artiesten. En mijn vader die was een tourmanager van een operazanger, Robert Stolz. Ja. En hij heeft ook destijds nog een 1963 met de Beatles mee het optreden gedaan in Blokker. Het optreden in Nederland, ja, van de Beatles is door jouw vader georganiseerd? Nee, nou, een combinatie van. Het was heel het dorp die ermee betrokken was. En ook in 1966 de Rolling Stones in de Brabanthallen. Dus we hebben een redelijk rijke historie aan artiesten. Ja. Waarom wilde jij het familiebedrijf overnemen? Ja, dat is niet echt een keuze geweest. Je groeit er gewoon in. Vroeger, toen wij in huis waren, sliepen artiesten bij ons thuis. De Kings, de Monkees. Omdat, ja, niet in een hotel, maar die sliepen gewoon in de woonkamer beneden of een kamer. Dus je bent ermee opgegroeid van jongs af aan. Ja. Dus je weet niet anders hoe het is. Ja, wanneer heb je het bedrijf overgenomen? Ik heb het bedrijf samen met mijn zus overgenomen, een jaar of 10 geleden. Maar dat is eigenlijk nooit echt overgenomen, omdat ik werk er nu 25 jaar in. Mijn zus 35 jaar. En je rolt er gewoon in. Het overnemen gebeurt bij officiële bedrijven. In een familiebedrijf sta je in het begin met aan het roer en dan ben je in begin met de baas. Kijk, als je zo lang met de familie in een bedrijf zit, dan weet je ongeveer wel wat je kan verwachten, hè? Waar je tegen moet wapenen, waar je tegen kunt vechten. Niemand, maar dan ook niemand, had dit verwacht, hè? Het coronavirus en alle maatregelen die daaruit voortvloeiden. Hoe hebben jullie in het begin met elkaar aan de tafel gezeten? Wat hebben jullie besproken? Nou, als ik heel eerlijk ben, helemaal in het begin, toen dachten we nog van, hey, leuk, een maandje vrij, we gaan kantoor opruimen, we gaan cursussen doen, we gaan ons kijken wat we gaan doen en we kunnen het opvangen. Ja. Mijn moeder heeft altijd gezegd, je hebt 7 goede jaren, 7 slechte jaren. En het bedrijf gaat niet om de winst, het gaat om de continuïteit. De meeste mensen bij ons werken 15, 20, 25, 30 jaar, dat zijn mensen 35 jaar bij ons. Ja. Ik zeg altijd, als mensen bij ons komen solliciteren, als je bij ons komt, dan ga je ook dood bij ons. En dan niet natuurlijk, klinkt een beetje bot, maar mensen die blijven bij ons hangen. En nu voor het eerst in 57 jaar moeten we echt mensen gaan ontslaan. En dan raak je. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, want afgelopen vrijdag hebben jullie een ontslagronde gehad, hè? Ja, nou, we hebben mensen op de hoogte gehouden van, jongens, als het er nu voor staat tot 1 oktober, dan moeten wij deze stappen gaan zetten. Dus we hebben met de mensen gezeten. Maar we hebben ook bijgezegd van, mocht er andere steunmaatregelen komen, dan gaan we schakelen. Ja. En dan blijf je langer in dienst. Alles omdat we niet weten waar we naartoe gaan. Ja. Hoe is er gereageerd? Ja, verdriet. Ja. Ja. Maar mensen begrijpen het? Ja, tuurlijk. Iedereen begrijpt het. Ja. En dat is het het vervelende aan de situatie, iedereen begrijpt het met nul omzet, nul perspectief en niemand weet waar dat toe gaat. Ja. Of het nou april, mei, juni is. Die uitspraak van minister De Jonge van, jongens, let eens op, zonder vaccin is er geen evenementen. Ja. Die uitspraak zorgt ervoor dat de hele branche stil ligt zonder perspectief. Ja. En dat zorgt ervoor dat wij niet kunnen ondernemen. Ja. Als ik kan ondernemen van, jongens, we mogen in april beginnen, dan kan ik erop schakelen, kan ik erop calculeren. Ik heb nu 1000 scenario's berekend en ik kan geen scenario uitvoeren, omdat ik niet weet waar we aan toe zijn. Nee. De overheid stuurt voor de korte termijn, hebben ze goede maatregelen. Maar op lange termijn hebben we echt gewoon nu perspectief nodig. 1 perspectief. Wanneer zou de branche normaal kunnen beginnen? Of het nou 1 april is, 1 juni. Het maakt mij niet uit. En tot die tijd helpen we jullie overleven. Ja. En als we dat beeld krijgen, kunnen wij gaan bouwen. En ook mensen in dienst houden. Maar nu moeten wij mensen ontslaan, omdat ik niet weet waar we aan toe zijn. Nee. Nou hoorde ik meer mensen over vertellen vandaag. Als je even in de evenementenbranche zit, dan is het ongelooflijk moeilijk. Ik kan me ook voorstellen dat het voor de overheid heel moeilijk is om te zeggen, al zouden ze graag willen, om een punt te geven aan die horizon waarin je zegt, dan zijn er heel veel problemen opgelost, dan is er een vaccin of een medicijn en dan kunnen we 1000 mensen op een terrein toestaan. Wat wil jij dan toch graag? Nou, kijk, er is nu best wel wat helderheid over wanneer een vaccin er gaat komen waarschijnlijk.
Er zijn best nu al mensen, virologen, die zeggen van nou, het moet realistisch zijn om vanaf volgend jaar Koningsdag om weer een startpunt te gaan geven voor evenementen op 1000 personen. Of vanaf 1 ja. september voor 1000 personen open lucht. Die 1,5 meter is niet handbaar bij ons, helaas. Ja. Ik zie niet bij een evenement waar 1000 mensen zijn, waar drang bij is, dat die 1,5 meter te handhaven is. Ja. Dus je zult ook realistisch moeten zijn van tot die tijd blijft het alle activiteiten die we doen, blijft een druppel op een groeiende plaat. Ja. Meer een overlevingsfactor waar je in zit om iets te doen, dan dat het daadwerkelijk iets voor je continuïteit van je bedrijf doet. Het is het bezighouden van de mensen. En voor een bedrijf zoals dat van jullie, hè, waarin je eigenlijk ook vertelt hoe close de band is met al jullie medewerkers, hoezeer iedereen onderdeel is van dat familiebedrijf, is mensen moeten ontslaan misschien wel het zwaarste wat jij hebt moeten doen tot nu toe. Ja, ik denk het wel, ja. Ook natuurlijk met wetenschap, jongens, we gaan je volgend jaar hopelijk weer aannemen in september of oktober. Of misschien van als de maatregelen goed zijn, dan kunnen we hier nog gewoon blijven. Dus er zit, die onzekerheid die speelt gewoon bij ons als ondernemer waar we niet op kunnen ageren. Ja. Dus bepaalde zekerheid hebben we gewoon nodig voor de toekomst. Ja, ik denk dat ondernemers heel goed zijn en het continu aanpassen aan wat de realiteit hun geeft. Alleen, zoals je zegt, als er geen punt aan de horizon is waar je naartoe werkt, dan weet je überhaupt niet wat je kan bedenken. En dan heb je 1000 scenario's die allemaal morgen misschien weer in de prullenbak kunnen. Hoe vul jij je dagen nu? Nu ook met positiviteit. We krijgen ook weer energie van dat de horeca is opengegaan. Je krijgt energie van dat je heel kleinschalige evenementen ziet opstaan. Dus je krijgt ook energie van hele kleine dingen. Het gaat niet om het geld, het gaat om de passie en de energie die je krijgt van evenementen organiseren. Ja. En ik denk dat wat een grote misvatting is, waar we echt rekening mee moeten houden. Een artiest staat op het podium, maar achter artiesten staan zo verschrikkelijk veel mensen. Je moet ervan uitgaan, als meneer Rutte op het podium staat, hij is niet degene die het land bestuurt, het, maar achter hem zit een compleet departement. Bij ons complete departement zit in de Tozo, zijn allemaal werkloos. Van een of ander zijn ze allemaal naar buiten gegooid. Nul werk. Ik denk niet dat je kunt voorstellen wat voor impact dat heeft. Op het moment dat we morgen een compleet departement zouden sluiten van de overheid, dan is er moord en brand. En wij blijven best als branche redelijk stilzitten. Ik ben redelijk jaloers op Laurens Meijer van de horeca, die toch moord en brand schreeuwt. En wij blijven rustig. Waarom, denk ik? Onder andere, onze artiest die staat op het podium en wij zorgen dat onze artiest in een schijnwerper staat. Je bent het niet gewend om voor jezelf te schreeuwen. Absoluut niet. En het zit ook niet in de aard. Maar het wordt nu wel tijd dat we wel een tractor gaan huren en een keer naar het Malieveld toe gaan rijden. Dus we moeten echt nu beginnen. Dit is dat virtuele Malieveld. Dit is het moment als een camera en misschien ook een moment voor jou om te schreeuwen voor jouw groep en voor de mensen waarvoor jij hier staat. Je wilt een oproep doen? Ja, graag. Heel graag. Ja, ik zou zeggen, pak de camera en spreek. Beste mensen van de VVD, jullie hebben toch voor het zeggen in het land. En wat ik een beetje mis is de steun aan de kunst en cultuur die er niet duidelijk gegeven wordt. De eerste pakket is er van de maatregelen, maar we missen echt een substantieel pakket voor de toekomst wat ons kan helpen overleven. En zorgt ervoor dat wij de mensen in dienst kunnen houden die al zo lang bij ons op kantoor werken en in de hele branche. Dus VVD, steun ook de minister van Cultuur zo snel mogelijk. Ja, duidelijk. Er moet steun komen voor die hele organisatie. Ik wil heel graag dan weer dat jij ook je naam zet op deze wand. Voor wie doe je dat? Nou, laat het doen voor alle mensen waarmee samenwerken die nu gewoon thuis zitten. Ja, hoeveel mensen hadden jullie in dienst? We hebben 15 mensen bij ons in dienst. Maar als ik ga kijken in de zomer, dan betalen wij grofweg 12.000 mensen uit. Ja. En al die betalingen zijn stilgezet. En er zijn maar weinig mensen die kunnen terugvallen op een gezonde inkomstenstroom. Dus die hebben echt allemaal problemen. Dus ik denk dat van de 12.000 mensen zeker 7.000, 8.000 mensen in de problemen zitten. Ja. Jij mag tekenen voor 12.000 mensen, Jan Dirk. Dankjewel. Succes. Heel veel succes.